Stefan, ik heb een heel goed bod gehad op mijn marktplaatsadvertentie voor de dakpannenlift. En ik ben nu op weg naar Lelystad, naar timmerbedrijf Bert. Want we gaan ruilen. Hoi, Albert. Bert. Bert. Hoi, Wesley. Hoi, Wesley. Nou, we komen om te ruilen. Ja. Ik heb de dakpannenlift mee. Je was eigenlijk de eerste met een goed bod op de lift. Want wat voor bedrijf hebben jullie, timmerbedrijf? We hebben een timmeraannemersbedrijf. Werk uitsluitend voor particulieren. En dan mensen die verbouwen? Ja, mensen die een verbouwing hebben, die een aanbouwtje willen. Een wandje geplaatst op de zolder. Keukens plaatsen. Ik doe heel veel keukens plaatsen. En waarom is het dakpannenlift voor jou wel handig? Omdat ik dus redelijk vaak op het dak bezig ben. Ik ben zelf ook niet de lichtste persoon natuurlijk. Dus ik klim niet zo makkelijk meer. Ja, dus dan komt dit wel van pas. Ik ben er nu al blij mee. Ik ben er nu al blij mee. Maar Albert, waarvoor gaan we nou eigenlijk ruilen? Bert die heeft een tegoedbon aangeboden. Ja, ik heb een bonnetje opgesteld. Wie hem aan mij laat zien, die krijgt de klus. We hebben een tegoedbon voor 5 dagen timmerwerk door deze toppers. Is dat een goede ruil, Albert? Nou, volgens mij, kijk, dit zijn niet gewoon timmermannen. Dat zie je aan alles, hè? Dit zijn jongens met gouden handen. Ja. Hè, dus ja, dit lijkt me een topruil. Ja. Hè? Moet je nou voorstellen dat je een keuken moet hebben? Of dat je een wandje in je slaapkamer wil hebben, omdat er een baby op komst is? Wie heb je dan nodig? Dan heb je deze twee mannen nodig. Ja. Nou ja, ik heb ze nu. 5 dagen, 2 man. En hoeveel jaar ervaring? Meer dan 30 jaar. En mijn zoon inmiddels een jaar of 5. Dus